En het fysiek lesgeven aan de toets- en examenleerlingen is afgelopen maandag begonnen. Vanwege de COVID-maatregelen hebben de scholen fysieke aanpassingen moeten plegen. Zo ook op het Surinaams Pedagogisch Instituut. Op het SPI hebben wij het aantal leerlingen per klas gesplitst, zodat er niet veel leerlingen in één lokaal zitten, zegt directeur Hortense Promes. Dat wil zeggen, ik heb 17 examenklassen, ik had dus 34 lokalen nodig. Mm-hmm. En we hebben het aantal, het meubilair eigenlijk aangepast aan het aantal studenten, 10 per klas. We moesten natuurlijk gaan zorgen voor belening, de looprichting aangeven. Ja, dat waren de posters dat was natuurlijk ook gedaan. Dat was ook gedaan. Ja, maar het team was daar, dus ze hebben allemaal meegeholpen om dat te realiseren. De procedure was een binnenkomen, je wordt gemeten, de temperatuur gemeten. En we hadden dus om het ene lokaal de ontsmettingsmiddelen. De studenten wisten van tevoren, want dat hadden ze via de app doorgekregen, waar ze zouden zitten. Dus niemand hoefde te lopen zoeken naar een lokaal. Je wist, je kende gewoon vooraf je locatie. Waardoor dat heel erg ordelijk heeft gewerkt. SPI-directeur Hortense Promes, behalve fysieke aanpassingen op de scholen, is ook de examenleerstof op alle niveaus aangepast. Voor de toetsleerlingen van de zesde klas wordt slechts op de basisvakken gefocust. En dat zegt Astrid Roemer, zij is schoolleider van de Nieuwe Christelijke School. Dus nu is het herhalen, herhalen, herhalen. Waar iets onduidelijk is, wordt het verduidelijk. En het gaat nu echt om rekenen en taal. Rekenen, hoofdrekenen, redactie plus cijferen. En bij taal heb je dus ATK, algemene taalkennis, en je hebt tekstbegrip. En we hebben een bibliotheek hier op school. De kinderen zijn gewend te lezen. Maar natuurlijk heb je altijd sommigen die niet willen lezen. Maar zo gaat het. Je gaat moeten lezen en lezen en lezen. Nu en voor de rest van je leven. Ik zou maar zeggen dankjewel en succes voor de komende weken die erop komen zijn. Ja, het worden hele spannende weken. We hebben straks onze toets. 3 en 4 augustus worden spannende dagen. En natuurlijk, uitslag 1 september. We kunnen niet wachten. Maar we moeten eerst hard werken en we gaan door. Astrid Roemer, zij is schoolleider op de Nieuwe Christelijke School. De toetsleerlingen zullen slechts beoordeeld worden op de basisvakken.